Nee, man, je goedel je. Je verdient dus rond 1 miljoen. En dan zeg je dat je het niet op kan brengen om op de bank te gaan zitten bij Ajax tegen jouw club AZ. Hij is dus uit de selectie gezet en daar kan ik me alles bij voorstellen. Want als je dat niet eens meer op kan brengen, wat kan een mens dan nog wel opbrengen? Hartelijk welkom op deze bijzondere locatie. We zijn hier op een industrietrein ergens in Diemen, waar we met een fotoshoot bezig zijn voor het blad Voetbal Insight. Ik dacht een mooi moment om even in te breken. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar het is een hele bijzondere shoot. En ik noem een naam, ik zeg Hanska Junior. Ik noem nog een naam, ik zeg Sophie Junior Kraai. En mevrouw Genee is er ook. We zijn een poging aan het wagen om iets van een band op te bouwen. En ik kan er eigenlijk nog steeds niet te veel over zeggen, maar dat gebeurt daar binnen allemaal op dit moment op een hele bijzondere wijze. En misschien later deze week dat u daar ook wat beelden van te zien kan krijgen op deze fantastische app. Maar het is ook wel een moment om even in te breken, want Nemanja Gutelje, je verdient dus rond 1 miljoen. En dan zeg je dat je het niet op kan brengen om op de bank te gaan zitten bij Ajax tegen jouw club AZ. Hij is dus uit de selectie gezet en daar kan ik me alles bij voorstellen, want als je dat niet eens meer op kan brengen, wat kan een mens dan nog wel opbrengen? Hij heeft nu het vliegtuig gepakt, denk ik, naar Servië. Waar hij zijn wedstrijden moet gaan spelen voor het nationale team. Maar al met al ben ik heel benieuwd hoe Ajax het op gaat lossen. Want de onrust binnen Ajax wordt natuurlijk wel steeds groter. We hadden weer dat probleem met El Ghazi. Nu hebben we ook het probleem met Goedelje. Dat zou uiteindelijk voor een Ajax een probleem kunnen zijn. Dus misschien is het ook verstandig dat Goedelje hetzelfde doet als wat wij hier nu binnen aan het doen zijn. Een soort verbroedering, een soort naar elkaar toe komen. Maar wat ik al heb gezegd, daar kan ik niet te veel over kwijt. Maar het blijft een opmerkelijke actie, zowel wat Codelje heeft gedaan als wat wij hier binnen aan het doen zijn. En nou ja, meer kan ik echt niet over zeggen. Klaar Hans of niet? Hans is er klaar voor, dames en heren. Dus ja, tot ziens.